Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Het is geen geheim dat een sterke employer brand leidt tot meer sollicitanten. Maar employer branding is veel meer dan opvallende recruteringscommunicatie. Het gaat over het creëren van een aantrekkelijk werkgeversimago doorheen de volledige lifecycle. En dat zowel voor nieuwe, huidige als ex-medewerkers. Een audit, een originele rebranding, een creatieve campagne, je contentstrategie onder handen nemen, je on- en offboarding proces op punt zetten, een gebruiksvriendelijke jobsite. Het draagt allemaal bij tot een beter werkgeversimago en het hoort dus ook allemaal bij je employer branding strategie. Dat hebben ze bij Aldi, Soudal en Orange alvast heel goed begrepen. En alle drie laten zich daarvoor bijstaan door employer branding specialist D'Artagnan. In een reeks van 3 podcasts kruip ik schaamteloos in hun hoofd samen met Ignace van Avermaat, die ruim 21 jaar geleden D'Artagnan heeft opgericht. En daar gaan we dan ideeën stelen waar jij mee aan de slag kan om ook jouw werkgeversmerk een flinke boost te geven. In deze aflevering hebben we Sophie Hoornaert, HR Manager People Acquisition bij Aldi, te gast hier op de Zigzag HR kantoorboot in Gent. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Alles goed met jullie? Zeer goed, dank u wel. In een stralende zomerse dag. Ik weet niet hoeveel graden dat buiten is, maar het is verschroeiend warm. Heerlijk. Heerlijk. Goed, Ignace, ik stel de vraag aan iedereen die je meebrengt op deze podcastshow. Dus ook deze keer, waarom breng jij Aldi en specifiek Sophie mee op bezoek? Wel, Leslie, ik heb Sophie meegebracht. Ik zal eerst bij Aldi beginnen. Ik denk dat ongeveer een jaar geleden wij uitgenodigd werden voor een pitch. We hebben die mogen winnen, wat dat heel fijn is en was. En ik heb Sophie meegebracht omdat wij eigenlijk een beetje de perceptie hadden, zoals veel mensen waarschijnlijk. Al die harde discounter, moet je daar wel gaan werken en je hebt zo'n fout beeld. Mm-hmm. En niets bleek minder waar. Wij zijn daar toegekomen, we hebben ook een deep dive gedaan, zoals we dat heten. We hebben heel wat informatie gekregen van Aldi. En daaruit bleek dat zij toch wel ongelooflijk goed bezig zijn. Dat de mensen die hier werken heel fijn begeleid worden. Dat die mensen heel goed ondersteund worden. De nodige flows. En wij kunnen wat vergelijken tussen andere bedrijven. En dat was toch een perceptie dat wij niet hadden. Mm-hmm. Dus op dat vlak zijn wij ook blij dat Aldi die beslissing heeft genomen om daarmee naar buiten te komen, mm-hmm. Dat het helemaal terecht is. En Sophie is een hele fijne, toffe madame. Net zoals haar team trouwens, om mee samen te werken. Dus als je die twee dan samen brengt, magic. Dan zit Sophie hier. Voilà, super Sophie, daar ben je toch van te beloven. Ja, ongelooflijk. Goed. Moeten we de noodzaak van employer branding nog onderstrepen? Misschien wel, misschien niet. Maar wat we wel nog moeten onderstrepen in ieder geval, is dat employer branding wel veel meer is dan recruteringscommunicatie. Laat ons daar eerst eventjes bij stilstaan. Hè. Moeten we het belang van employer branding onderstrepen? En wat is dan het verschil met recruteringscommunicatie? Ik denk dat het alom wel bekend is dat het heel belangrijk is. Mm-hmm. Al kan het volgens mij nooit kwaad om dat nog te onderstrepen. Ik denk sowieso is het, eigenlijk mag het niet ontbreken in de bedrijfsstrategie. Al vrees ik dat dat nog niet overal het geval is. Dus ik denk herhaling kan nooit kwaad. Mm-hmm. Alright. En dan het verschil met recruteringscommunicatie, want dat wordt toch nogal makkelijk door elkaar gebruikt, hè? Of ertoe verengd, ik ga het zo zeggen. Ja, absoluut. Mensen hebben een tekort aan medewerkers, collega's. En dan zegt men, oké, we moeten gaan recruteren. Of, nog erger, we moeten dan employer branding beginnen en zo vlug mogelijk. En dat is al een contradictie op zich, want employer branding is lange termijn. Mm-hmm. Recruteringscommunicatie is korte termijn, brandjes blussen, noemen wij dat ook al eens. Mm-hmm. En dat zijn twee verschillende zaken. En een goede employer brand maakt eigenlijk dat je op lange termijn een efficiëntere recruteringscommunicatie kan doen. Mm-hmm, mm-hmm. En elke vorm van recruteringscommunicatie moet je employer brand mee ondersteunen. Ja. Maar dat kan alleen maar als je een employer brand hebt, überhaupt. Dus veel mensen vergeten die stap, mm-hmm. omdat ze met een noodzaak zitten, waar dat ze eigenlijk heel vlug resultaat willen van krijgen. En dat doen wij ook. Maar dat is geen degelijke manier van recruteringscommunicatie. Mm-hmm. Dat moet kaderen in een groter geheel. Ja. Dus dat is wel het grote verschil tussen die twee, korte termijn en lange termijn. Ja, oké. Ja, en misschien aanvullend, omdat ik dat wel merk vanuit dan
het werkveld, jullie zitten daar ook wel in, maar wat ik wel merk is dat het soms... iedereen wil resultaten tonen en wil tonen van oké, wat heeft onze investering nu eigenlijk opgeleverd? Ja. En dat is wel iets makkelijker om aan te tonen met echte concrete cijfers zoals aanwervingen, sollicitaties. Mm-hmm. Wat dat net natuurlijk iets meer recruteringsgericht is. Dus ik merk wel dat er daar soms wat dan het misverstand ontstaat. Omdat mm-hmm. we willen aantonen, wat doen we daar nu mee? Ja, ja, ja. En dat daardoor eigenlijk dan dat een beetje de misperceptie daar wel komt. Ah, ja, ja, oké. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, wat ik ook regelmatig hoor, is dat employer branding geen zin zou hebben, want de vijver is leeg, zeggen ze dan. Is dat wel zo? Is die vijver wel leeg? Ja, misschien ook al een belangrijke vraag. Misschien vissen we in de verkeerde vijver of misschien vissen we niet op de juiste manier. Welke doelgroepen zien we bijvoorbeeld nog over het hoofd, volgens jullie? Mm-hmm. Goh, eerlijk gezegd, ik vraag me af, is de vijver het probleem en is ze leeg? Ik denk dat we daar ook iets over kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat het een beetje een perceptieverhaal is, eerlijk gezegd, over het eten. Want het is wel makkelijk om te zeggen van ja, de vijver is leeg. Yeah. Eten heeft niet veel nut. Ik denk inderdaad, bepaalde profielen zijn moeilijk te vinden. Daar gaan we niet flauw over doen. Alleen denk ik vaak dat het gaat over... het juiste verhaal vertellen op een authentieke manier. Het juiste DNA uitstellen en weten waar je naartoe wil. Dus is ze leeg? Ik vraag me af, is dat dan eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Ik denk dat we ons ook heel erg moeten aanpassen aan de nieuwe kandidatenmarkt. Ja. De kandidaten verwachten andere zaken. Zijn mm-hmm. ook in de lead, laat ons eerlijk zijn. Zij hebben het voor het zeggen en ik denk dat we heel vaak als werkgever daar nog niet op aangepast zijn. Mm-hmm. En dat dat ook voor mij een van de oorzaken is waarom dat we het gevoel kregen dat het misschien wel om een soort krapte gaat. Ja, oké, dus we kijken eigenlijk niet goed genoeg. We passen ons niet echt aan de kandidatenmarkt. We doen misschien mm-hmm. een beetje te weinig moeite om hen echt te leren kennen. Ja. We doen veel aannames. Zou ook wel kunnen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Injas, wat denk jij? Goh, ja, die vijver is inderdaad niet leeg, zoals Sophie zegt. Vorig jaar, van 21 naar 22, zijn er 700.000 mensen die van werk veranderd zijn. Mm-hmm. Dat zijn cijfers van Stadbel, waar dat ook natuurlijk de afstuderende mensen in zitten. Dat is toch een flink aantal. Mm-hmm. We zien ook wel dat die mobiliteit op de arbeidsmarkt groter wordt elk jaar. Dus dat wil zeggen dat er meer mensen bereid zijn of toch een job in vraag gaan stellen. Dus je moet daar ook klaar voor zijn. Mm-hmm. En je moet mensen ook... aanspreken en verleiden, om het zo te moeten mm-hmm. zeggen. Dus daar is employer branding super belangrijk. Maar oké, dat is waar. Hè. We hebben een aantal doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Dames van allochtone afkomst, mm-hmm. zeker in het Brusselse. Maar ook vluchtelingen van buiten de Europese Unie zijn in België echt wel niet goed geactiveerd in vergelijking mm-hmm. met onze andere buurlanden. We hebben daar allemaal wel een beetje verantwoordelijkheid in, denk ik. Zoals Sophie ook schetst. Ook overheidswegen misschien wat moedigere beslissingen nemen. 600.000 of richting 600.000 langdurige werklozen. Ja. Zieken. Mm-hmm. Misschien moeten we die mensen toch op een andere manier proberen te bereiken. Mm-hmm. En flexibeler zijn naar werktoestanden, omgeving. Leeg, helemaal niet. Nee. Nee, maar het gaat eigenlijk een stukje om anders communiceren, om een andere taal misschien te spreken, maar langs een andere kant, eens dat je mensen hebt aangesproken en een interesse hebt gewekt om bij jou te komen, dat je ook wel nadenkt hoe dat je die job anders vorm kan geven of hoe dat je daar tegemoet kan komen aan die flexibiliteit. Dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Maar dus eigenlijk mogen we wel concluderen dat die vijver helemaal niet leeg is. Tuurlijk. Punt. Nee. Voilà. Employer branding, verhaal van lange termijn. Ik heb het hier al horen vallen. De echte impact komt eigenlijk pas na 2 of 3 jaar. We moeten ook die focus op die lange termijn houden, want het begint uiteindelijk ook allemaal met je eigen medewerkers. Dus dat is dat interne luik, dat heel belangrijk is. Maar ja, de arbeidsmarkt staat in brand. De vijver is dan niet leeg, maar er is wel een bepaalde krapte. Dus we voelen allemaal wel dat het een beetje spant. Hè? Er moeten dan brandjes geblust worden, dat heb je ook al gezegd. Hè? Hoe gaan we er dan voor zorgen? We weten dat we op die lange termijn willen gaan focussen, maar hoe gaan we er dan voor zorgen dat er ook tijd en energie is om die korte termijn te focussen? Dat zijn eigenlijk twee, misschien schijnbaar tegenstrijdige zaken, waar we misschien niet tegelijkertijd kunnen op inzetten. Ofwel, hoe kijken jullie daarnaar? Hoe tegenstrijdig zijn die eigenlijk? Ja, niet. Mm-hmm. En ik denk dat we ze moeten tegelijkertijd aanpakken. Dat is dat goed dat wij het doen. Mm-hmm. Ik denk, het employer branding verhaal gaat over lange termijn. Gaat ook over een andere doelgroep. Omdat het ook over je eigen mensen gaat. En dat is iets dat je dagelijks mee bezig bent. Van aan de start, zelf van aan het sollicitatieproces, van daarvoor tot aan de eerste dag, de eerste weken.
Heel veel aandacht aan besteden, superbelangrijk. Uiteraard moeten wij ervoor zorgen dat het aantal openstaande vacatures ook zo laag mogelijk blijft. Ook dat is ergens een always-on verhaal, al is het vaak eerder, ik zou maar zeggen, echt wel... De krapte bepaalt natuurlijk hoe snel er moet geschakeld worden, logisch. Maar de twee zijn volgens mij helemaal niet tegenstrijdig. Mm-hmm. Je hebt ze alle twee nodig om ze goed te doen werken. Ze versterken ook elkaar. Yeah. Het is een ander doel wel, maar uiteraard versterken de beide ook elkaar. En heb je het dan makkelijk genoeg om dan al de stakeholders die daarin betrokken zijn mee te nemen in het verhaal dat het toch ook wel tijd en energie op die lange termijn moet blijven? Want het kan verleidelijk zijn om heel veel tijd en energie en middelen te steken op die korte termijn, omdat het daar gewoon het meeste pijn doet. Ja. Heb je daar moeite om stakeholders daarin in mee te nemen? Ik denk dat sowieso een groeiproces. Ik denk dat we, uiteraard, dat is ook zo. Ik denk voor heel veel bedrijven, en dat is bij ons ook niet zo, is relatief nieuw, employer branding. Ik denk dat het... Vroeger was het effectief eerder gaat over we hebben een openstaande functie die moet ingevuld worden. Zeker dan als het gaat over het externe employer branding verhaal. Ik denk dat dat wel relatief nieuw is. Op zich zien we daar wel de nood van in. We hebben ook een aantal bevragingen, een aantal studies ook over dat wij scoren met Aldi. En dan hebben we inderdaad gezien dat we eigenlijk niet goed scoren op een aantal zaken waarbij dat we wel heel sterk inzetten en dat we die wel hebben in-house. En dus aan die zaken merken we wel van die nood is er en we moeten er echt wel op gaan investeren. Maar dat is inderdaad iets die niet van vandaag op morgen komt. En het is een investering op lange termijn, hoe dan ook. Oké. Ik kan er eigenlijk ook wel parallel gaan trekken met de gewone communicatiemarkt, moet ik het zeggen, of de marketing in het algemeen. Dat is ook een discussie dat je dikwijls hebt met klanten in andere campagnes, los van employer branding, waarbij dat je eigenlijk moet proberen klanten te overtuigen op lange termijn te gaan denken naar brandbuilding. De upper funnel, zoals wij noemen, of de lower funnel, waar dan conversie gaat. En zeker in tijden van als de arbeidsmarkt of de markt in brand staat, is dat een hele moeilijke om klanten daarvan te overtuigen. Van denk om die lange termijn. Nee, het is nu. Hè. Ik bedoel, we willen conversie gaan maken, we willen onze producten verkopen, maar we willen ook mensen gaan aantrekken. En dan is het wel een uitdaging om eigenlijk te gaan aan je klant zeggen van maar we gaan een stuk van het budget en eigenlijk het grootste stuk op lange termijn moeten gaan inzetten en ook zo gaan evalueren. En niet op die korte termijn, want dan bouw je niks op. Ja, maar dat is herkenbaar. Je hebt eigenlijk dezelfde. Ja, absoluut. Struggle daar een stukje. Employer branding is a great story well told. HR kent de medewerkers. Marketing kan het dan verpakken als een verhaal en dat dan vervolgens intern en extern gaan verkopen. Hoe zit het eigenlijk zo tussen, met de samenwerking tussen HR en marketing? Zit dat bij jullie bij Aldi goed? Werken jullie heel nauw samen? Ja, ik denk, er zijn heel wat raakvlakken natuurlijk. Ik denk dat een goede samenwerking eigenlijk niet kan ontbreken. Net omdat er zoveel raakvlakken zijn. Uiteraard zijn er ook grote verschillen. Hè. Ik denk dat wij hebben daar zeker in ons geval heel erg mee te kampen. Hè. We zijn een hard discounter. En vaak worden we daar ook, zoals Injas ook daarnet al zei, ook zo gepercipieerd als werkgever. Wat dat niet zo is natuurlijk. Dus dat proberen we ook wel dan samen een beetje aan te werken. Ik zeg het, we hebben elkaar nodig. Zeker als we dan spreken over onze interne communicatie. We zitten in een decentrale omgeving. Wat dat ook wil zeggen dat we moeilijkheden hebben. Of het is een uitdaging om onze mensen allemaal te gaan bereiken. Ja. We moeten heel goed samenwerken ook om die boodschappen natuurlijk naar onze mensen te gaan brengen. En uiteindelijk, je gaat voor hetzelfde doel. Uiteindelijk willen we ook iedereen met de neus in dezelfde richting gaan brengen. Dus we moeten die doelen vereenzelvigen en ze ook samen aanpakken. Wat zie je bij Injas bij laat ons zeggen, de meerderheid van de bedrijven, is daar over het algemeen een afstemming of een samenwerking of een goede connectie tussen HR en marketing? Of zijn dat toch nog vaak... zijn dat nog vaak eilanden? Eigenlijk wel. Ja. Ik had het nog deze week met een klant erover. En mensen beseffen dat ook. Hè. Ze zien het als een probleem. Absoluut. Ja. Dat heeft ook met historische feiten te maken. Vroeger was dat helemaal niet nodig. HR was bezig met zijn ding, marketing met zijn ding. Zij dachten in functie van stakeholders, vooral consumers of klanten, om te veralgemenen. En nu is dat iets dat erbij komt voor marketing. Ja. Dus ze hebben nooit in die context moeten denken, of toch niet zoveel. Maar HR ook niet. Beiden hebben allebei een vleugje meer nodig van elkaar. Een HR-persoon moet meer dat marketingpetje durven opdoen. Moet dat ook doen. En iemand van marketing moet meer dat petje van HR gaan opdoen. Ja.
En in bedrijven waar dat goed met elkaar matcht, daar hebben wij het makkelijker werken. Ja, ja, ja. En in bedrijven waar dat niet goed met elkaar matcht, dan hebben we twee. Ofwel, meestal worden wij door HR gebriefd, maar soms ook door marketing. En dan hebben we informatie tekort over HR gegeven. En als HR ons brieft, hebben we soms dingen tekort over marketing gegeven. Ja, ja. Het is dan aan de agencies om daar natuurlijk de juiste vragen te gaan overstellen. Maar laat ons eerlijk zijn, in die bedrijven waar het wel lukt, dat wil zeggen dat het bedrijf al lang die klik gemaakt heeft, waarbij dat ook van bovenaf meestal zegt, oké, dat is een probleem, we gaan daar moeten de gelederen gaan sluiten en dat samen gaan aanpakken. En dat is natuurlijk wel iets comfortabeler, ja. Ja, maar sowieso kunnen ze veel van elkaar leren. Maar ik vind het dan eigenlijk op nog een andere manier bevreemdend dat daar nog niet zo'n samenwerking is. Als marketing inzet om meer producten of meer diensten of wat dan ook dat je core business is te verkopen, dan betekent dat je waarschijnlijk ook meer mensen gaat nodig hebben om die producten te maken of aan de man te brengen of dienstverlening. Dus allee, als je meer investeert in marketing, dan moet je ook meer investeren in HR. Dus ook daar zit er voor mij een set, los van wat we het hier nu over hebben. Dus in dat opzicht vind ik dat bevreemdend. Ja. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met verandering. Ik denk, het is relatief nieuw in deze proporties dan toch. Ja. Ik denk dat we allemaal wel onbewust employer branding intern deden. Ik denk het feit dat we campagnes doen en rond extern dat ons werkgeversmerk gaan vertellen, ik denk dat dat voor heel veel bedrijven wel nieuw is en echt nieuwe samenwerkingsvormen dwingt eigenlijk. En dat mensen dat een grotere change is dan dat we vaak denken eigenlijk. We hebben gewoon een beetje meer tijd. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar ja, bewustwording, niet als waar. Bewustwording, we moeten er allemaal wel door. En zolang we er niet van overtuigd zijn, gaat het niet werken. Hè? Nee, want het zal niet weggaan. Hè. Laat ons Het is een blijver. Maar, en dan heb je nog het gemak in de profitsector, hè, waar we hier zitten. Maar we hebben ook klanten in de non-profit. En daar is die uitdaging nog veel groter, want daar zijn geen marketingbudgetten. Er zijn zelfs soms geen marketeers. Nee. Laat staan dat je kunt schuiven met budgetten. Ja. Dus die mensen in de non-profit, maar goed, dat is misschien een andere podcast, in de non-profit, daarvoor is marketing gewoon zelfs nieuw. Laat staan dat ze kunnen schuiven. Dus ja, absoluut. Niet evident. Nee, zeker. Het merk wordt gemaakt aan de personeelsingang, zeg je, Injas. Personeels van verschrikkelijk woord, sorry. Wat bedoel je daar precies mee met die uitdrukking? En wat ik me dan ook meteen afvraag, en hoe zit het dan met de klanteningang en de leveranciersingang? Zijn dat dan allemaal op aparte deuren waar de mensen dan doorgaan? Nee, dat zijn absoluut niet andere, of geen andere deuren. Nee. Wat wij meestal proberen, dat is om vanuit het DNA van het bedrijf, vanuit de missievisie, vooral via interne communicatie, en employer branding, primaire doelgroep zijn de eigen mensen, om eigenlijk iedereen in dat merk te krijgen. Ja. We zeggen wel eens met een boutade, we proberen van medewerkers medemerkers te maken, merkevangelisten. Vanuit die context en vanuit die strategie resulteren ook die ambassadeurscampagnes dikwijls. Maar eigenlijk eenmaal dat iedereen weet welke richting die club uitgaat waar dat zij toe behoren, dan geldt dat niet alleen voor employer branding, maar ook voor product branding of corporate branding. En er zijn geen aparte patches meer. Absoluut niet. Oké, het moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, Sophie, naar jullie visie op employer branding bij Aldi en ook vooral hoe zich dat dan vertaalt naar de praktijk. We hebben hier dus al een paar visjes gegooid gekregen in de zin dat er wel een aantal aannames zijn over Aldi, wat blijkbaar niet terecht is, als ik Injas goed begrepen heb. Kan je eens vertellen hoe dat jullie eigenlijk aan de slag zijn gegaan met ganse campagne zelfrelativering? Dat weet ik, dat was in ieder geval een heel belangrijke daarbij. Ja. Vertel. Ik denk, we hebben het zelf ook al gehoord, van het is heel belangrijk dat we een authentiek en echt verhaal brengen. Ik herinner mij nog, ik was net gestart en toen waren we eigenlijk al wat bezig met zo'n intern traject. Belangrijk om eerst een intern traject te hebben. We wilden zowel wat onze mensen zo wat verenigen, hè, want we hebben onze winkels, onze filialen. En die winkelteams hangen heel hecht aan elkaar. Maar vanaf dat je dan een stapje naar boven zet, dan kom je weer in dat decentrale gegeven. En we wilden zo wel iets van, oké, hoe kunnen we de mensen met elkaar verbinden? En toen was eigenlijk het idee ontstaan van, we hebben eigenlijk allemaal mensen die elke dag het beste van zichzelf geven, die echte doeners zijn. En we vonden toppers eigenlijk wel een leuk woord dat daar eigenlijk mooi bij aansloot. Een beetje ons DNA van onze mensen. En dan dachten we van, wat maakt ons nu ook wel uniek? En dat is het van een Aldi. Ja. Iedereen kent dat ook wel. Wij zeggen dat ook heel vaak op kantoor. Het is van een Aldi en humoristisch. En ook niet. Zo was het idee van de toppers van een Aldi eigenlijk geschapen, laat maar zijn.
En toen, maar dat was puur intern. We hebben een medewerkers-app en toen hadden we zo'n paar keer iets gepost en ook wel verteld aan onze mensen van kijk, dit zijn jullie, de toppers van een Aldi. Mm-hmm. Want ja, het is wel leuk om dat te ontwikkelen. En toen begon dat eigenlijk overal te verschijnen. Ja, zelfs zo dat het ook extern begon te leven. We hadden eigenlijk er niet op gerekend. Dus mensen begonnen dat gewoon, ja, omdat ze dat zelf hashtags, fantastisch leuk vonden. Ja, ja, ja. Tin en overal. En ook mm-hmm. op, ja, ik zei het op hun Facebook en zo. En dan mm-hmm. is het van, ja, oké, ja, en nu? Want dat was eigenlijk niet de bedoeling. We hadden dat ook eigenlijk niet verwacht, eerlijk gezegd. Maar ja, dan hadden we zoiets van, ja, we gaan dat niet tegenhouden. Nee. Dat gewoon zijn eigen leven leiden. Ja, toen hadden we dus de pitch uitgeschreven. En toen kwam D'Artagnan in een van de pistes met het idee van, ja, die van een Aldi, dat is toch ongelooflijk sterk. Mm-hmm. We hebben een campagne-idee en waarom koppelen we dat daar niet aan? Als een soort van, ja, keursmerk, we gaan het gewoon gaan omdraaien. Ja. Dus ja, uiteraard, het is uniek. Niemand anders kan dat ook claimen. En het is echt wel, het past bij wie dat we zijn. Mm-hmm. Zodat die zelfrelativering, die eenvoud, zo recht toe, recht aan. En dus ja, zo is eigenlijk het idee van het, ja, de campagne eigenlijk. Mm-hmm. En natuurlijk dat in combinatie van onze vier pijlers, waarbij dat we dus eigenlijk op vandaag, waar we niet voor gekend staan, maar wat we wel zeker in huis hebben, mm-hmm. is eigenlijk zo de campagne ontstaan. En welke vier pijlers waren dat dan? Het gaat eigenlijk over loon en voordelen, mm-hmm. Teamsfeer, ja, dan carrière-mogelijkheden en dicht bij huis werken. Oké, okay. Ja. Ja, knap. Mooi, mooi verhaal. Dus uiteindelijk, ja, geen grote hero-video's, maar mensen zelf aan bod laten komen mm-hmm. via social media. En ja, ik heb ze inderdaad ook zelf zien passeren. Ik vond het eigenlijk fantastisch. Leuke, zeer geslaagde campagne. Blikt er ook wel heel enthousiast op terug dan, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Dank je wel. Maar misschien ook wel leuk, omdat we vinden het wel belangrijk. Onze eigen mensen, die doen ook altijd mee. En ja. Onze... Ja, eigenlijk in al ons materiaal, dat is ook een dubbele natuurlijk, omdat enerzijds mensen vinden dat leuk om te mm-hmm. doen. Die zijn er super enthousiast voor, die zijn er ook heel trots op. Ja, de familie en vrienden, die komen dan ook vaak een keer mee om te tonen van oké, dat heb ik hier gedaan. En ja, het is ook gewoon denk ik heel echt ook dat we niet met modellen of zo werken, maar gewoon onze eigen mensen ook in beeld brengen. Ik zou in ieder geval super fier zijn. Ik zou dat aan de angst vinden. Om de podcast af te sluiten, ik wil eigenlijk onze podcast altijd op het einde afronden met zo'n ultiem inzicht, een grote wijsheid die we aan de luisteraars of de kijkers kunnen meegeven. Dus ik ben heel benieuwd welke wijsheid ik uit jullie hoofd mag halen. Bij wie mag ik beginnen? Sophie. Oei, dat heet aardappel. Goh, ja, ik vind dat een moeilijke. Omdat ik niet denk dat ik zo de ultieme wijsheid in pacht heb. Ik denk dat ik nog elke dag ook bijleer. Ik denk dat ik vooral wel zo'n aantal zaken heb die bij mij gewoon als bevestigd worden. Ik denk dat ik dat wel heb. Ik denk dat een eentje is herhaling. Superbelangrijk. Mm-hmm. Ik denk dat wij heel vaak ervan uitgaan dat mensen al mee zijn in ons verhaal. Terwijl dat we heel vaak moeten toegeven dat dat niet zo is. Mm-hmm. Ik heb ook vaak collega's die mij zeggen, ja, Sophie, we gaan dat toch niet nog een keer? Mm-hmm. En dan denk ik, ja, toch. Want ik denk dat je niet mag onderschatten dat wij... die worden heel veel geprikkeld door heel wat informatie. Yeah. Wij zijn super gefocust op ons ding. Dus ja, herhaling. Mm-hmm. En ik denk dan een tweede misschien is authenticiteit. Ik heb het al heel vaak gezegd vandaag. En toch geloof ik daar ongelooflijk hard in. Ik denk dat het heel korte termijn denken is om een heel chic en... ja, spitant verhaal te vertellen, mm-hmm. waarbij je dan eigenlijk ja, op lange termijn toch een beetje bedrogen uitkomt, als dat dan niet zo bleek te zijn. Oké. Okay. Ja. Mooi, dankjewel. En dan ga ik even naar in jassen. Okay, nee, employer branding, voor mij, hoe langer dat we ermee bezig zijn, dat is nog wel 10 jaar of 12, hoe meer we inzien dat dat moet een onderdeel zijn van de communicatiestrategie van een bedrijf. Mm-hmm. Simpel als dat, omdat... Goed, de demografie zegt het ons. We gaan in de toekomst, de volgende jaren, makkelijker klanten vinden dan medewerkers. Dus wil je een succesvol bedrijf blijven of worden, dan ga je moeten inzetten op je huidige medewerkers, toekomstige medewerkers en ex-medewerkers. Ja. Ja, heel krachtig. Dank je wel daarvoor. Heel interessante podcast. Ik wil je daar dan ook heel erg hartelijk voor bedanken. Merci. Dag dan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk. En zoveel mogelijk mensen verder. En ik heb bovendien heel goed nieuws voor jou, want er zijn nog 2 podcasts over employer branding te beluisteren of te bekijken op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. En het allerbelangrijkste weten jullie al, hè? It's a great time to be in HR. Tot de volgende! Mm-hmm.